Bruno Wolders, ik heb al van alles in mijn leven gedaan, maar de paashaas interviewen heb ik nog nooit eerder gedaan. Bij deze. Paashaas, goeiedag. Goeiedag, meneer Smit. Hoe gaat het? Ja, lekker. Ik ben de hele weg aan het uitdelen, magazine. Ja, nou ja, het is gratis, hè. Dus ja, dan moet je zoveel mogelijk weggeven, hè. En wat geef je zoal weg, paashaas? Nou, een lekker gevuld eitje. Dan zullen ze hem in de maanden kijken. En wat erop staat, is ook belangrijk. Ja, kijk eens. Door de handelsvereniging, die heeft het gesponsord. Jazeker, helemaal. Die handelsvereniging is wel actief, hè, tegenwoordig. Die is goed actief, ja. Die heeft alles goed overgenomen. Daar zijn we blij mee. Dat is een hele goede zaak. Ja. Hé, hey, waar loop je zoal, paashaas? Heel het dorp door, hè. Alle middenstand even weer langs. Juist. En dan onderweg even de kindjes of de oude dametjes van het vonden. Dus we nemen ze allemaal mee. Ben je ook al bij de wasstraat in West? Nee, daar ben ik nog niet geweest, want ik ben pas gewassen. Ja. Nee, maar je kunt nog gratis auto's wassen vandaag. Ja, maar ik heb geen auto, hè. Nee, maar dan giet het niet om paashaas, maar er is hartstikke druk eigenlijk. Nou, dan ga ik er straks nog even naartoe, hè. Ja, precies. Hoor. Ik wil eigenlijk weten hoe het er West was vandaag, maar... Oh, maar dan laat ik u dadelijk wel weten. Nou, dat lijkt me een goed plan. Ik wens je veel succes en hij vandaag weer in uw leger kroepen. Dan zou ik zeggen, lekker slapen. En tot de volgende keer. Ja, hetzelfde. Ja.